Welkom hier bij Feed Feed. Ik wil hem nog eens in de hoogte houden. Veel mensen zullen zich misschien afvragen waarom is dit een zwart-wit foto? Maar daar hangt onmiddellijk al een verhaal aan vast, denk ik. Jazeker, want de griel die is verdwenen als broedvogel in Nederland. Dit is wel een foto in Nederland gemaakt. En in een tijd dat er alleen nog maar zwart-wit fotografie was. Ja. Nou ja, misschien net het randje van kleur en zwart-wit in 1957. Was het laatste broedgeval van de griel in Nederland. Ja, en dat was ook mijn grote verbazing. Toen ik het boek in mijn handen nam, dacht ik van, ja, in Nederland, hoe is dit nu in godsnaam mogelijk? Ik begin onmiddellijk ook op te zoeken, en Vlaanderen, hoe zit dat daar? Maar die hebben hier dus gezeten. Van waar is dan het idee gekomen om daar toch met een aantal mensen een boek rond te maken? Nou, ten eerste is het natuurlijk een aansprekend soort, althans dat zeggen als ik vogelaars spreek, vinden dat zijn dat met mij eens. Ja. Zo'n geel oog hè, dat hij heeft dat bijna uit zijn ogen koppen rolt. Maar ja, de griel was in die tijd ook al populair. En dat betekent dat er ten opzichte van vele andere vogels behoorlijk veel foto- en filmmateriaal uit de jaren 1903 tot 1957 is overgebleven. En het geeft dus een terugblik op wat was. Ja, een soort nostalgie, dat is vaak toch ook interessant. En het is vanuit wetenschappelijk oogpunt gewoon interessant van wat deed die griel, wanneer, waar. En nou ja, alles gaf reden om het samen te vatten in dit boek. Ja, het is eigenlijk een soort van natuurhistorisch boek. Dat kunnen we wel zo stellen. Maar echt, ik vind, ja, ik ben er echt op dat boek. Ik weet, maar op het einde ook een hele grote lijst met een epiloog waarin opgezette grielen staan die gevonden zijn hier in Nederland. Het laat echt alle details zien van wat er ooit geweest is van de griel hier in Nederland. Ja. Maar langs de andere kant, want ik heb een beetje speurwerk gedaan, jij bent landschapsecoloog. Ja, de aanwezigheid van de griel heeft wel wat te maken met de mens en het landschap. Ja, dat is eigenlijk een van de gekke dingen die je dan tijdens het schrijven achterkomt. Dat zo'n griel in een bepaald habitat voorkomt. Dat zijn de oude duinen, dat is de binnenduinrand. Daar heeft hij gebroed. En daar zijn natuurlijk heel veel door de mensen. Ja, daar worden de steden gebouwd, de villawijken van destijds. Dus er is heel veel gebeurd in het habitat van die griel vroeger. En, maar ook in de Amsterdamse waterleiding waar die zijn bolwerk toch wel een van de bolwerken was. Ja, daar hebben ze water gegraven en daardoor vernat het een beetje. En ja, de mens heeft het habitat geschikt gemaakt voor de griel. En de mens heeft het ook weer een beetje ongeschikt gemaakt voor de griel. Ja, dat is geen onbekend verhaal, moet ik zeggen. Nee, zeker niet. Nee. Je hebt gezegd dat een aantal van die zaken tussen begin 20e eeuw zo tot de jaren 50 zijn gesitueerd. Heb je enig zicht op wat daarvoor nog is gebeurd? Dat is natuurlijk een rare vraag, want je hebt net dat boek gemaakt. Maar nee, ik vind het wel dat is een logische vraag, omdat we met die foto's natuurlijk beginnen met 1903, als ik me niet vergis. Ja. Toen is de eerste foto gemaakt van de griel in Nederland. Maar daarvoor hebben wel grielen gebroed, hè. Dat weten we van museumexemplaren, van eieren. Van ook van vogels die geschoten zijn en toch in het museum liggen. Ik meen dat de eerste in 1835 is gezien. En het eerste broedgeval dat vond in de 1840er plaats. Ja, daar zijn de eieren dan van verzameld en in het museum terechtgekomen. Ja. En daarvoor overigens is het een veel groter zwart gat. Dat weten we eigenlijk slecht. Ja, dat is moeilijk om mee te leven waarschijnlijk. Ja, maar er waren geen musea natuurlijk. Die zijn in Nederland in 1820 is het voorlopen van Naturalis in Leiden opgericht. Dus daarvoor is heel weinig bekend. En er is een enkele tekening waarvan we dus zeker weten dat er grielen in Nederland gezien zijn. Maar werd die toen ook al griel genoemd? De griel heette in de volksmond de doornsluiper. Genaamd naar zijn gedrag tussen die doornstruiken als hij aan het broeien was en misschien ook wel in de trektijd dat hij daar ook in die doornstruiken te vinden was. Dus dat was de volksnaam. Ja, jij sprak daar juist van, er zijn eieren die verzameld zijn. Ja, was hij dan ook slachtoffer van
de vroegere eierverzamelaars en eierrapers, want dat was er veel. Ja, zeker. Dat is echt heel veel. Als je ziet hoeveel eieren er in die musea liggen, dat is eigenlijk nou, een beetje om te huilen. Ja. De laatste eieren zijn ook verzameld, voor zover wij kunnen achterhalen, in 1956. En 1 jaar voordat het laatste bloedgeval plaatsvond in Nederland. Dus ja, het is wel een beetje schrijnend. Daarbij moet ik wel zeggen dat als we het uitzetten tegen de druk eigenlijk van de verzamelaars, eierverzamelaars, tegen de populatie op dat moment, dan blijkt vooral toch dat die druk heel groot is geweest op het allerlaatst, toen de populatie vrij klein was, minder dan 10 paren. En dat de eierverzamelaars toen dachten van, en nu is het nog onze kans en anders zijn we te laat. Dus het lijkt erop als de druk toen groter is geweest op die hele populatie grielen dan daarvoorheen. Ja, voorheen ja. konden ze het hebben en toen eigenlijk niet meer. Ja, als ik mag ik een griel, kan ik eigenlijk geen weidevogel noemen. Hè? Het is geen akkervogel. En toch zie je bijvoorbeeld dat door het droger worden van biotopen er een aantal soorten weggegaan zijn. Ligt het verdwijnen van de vogel enkel door het verdwijnen van het biotoop door bouw van wijken, of ligt het ook door het droger worden? Of, want bijvoorbeeld, als je een evolutie ziet, zie je de kemphaan zo als eerste gevoelige soort weggaan. Er zijn er nog een paar, die scholekster begint het nu ook. Dus je ziet zo, hoe weerbaarder een vogel is, hoe langer hij het kan uithouden. Ja. Kan je iets vergelijken met die griel? Of zeg je nee, het is echt louter ingreep van bouw geweest? Nou, de griel was echt wel een duinvogel. Hè. Dus hij zat echt op het droge zand. Of in ieder geval op vegetatie die droogte. Het is een woestijnvogel ook in de rest van het verspreidingsgebied. Of steppes, of in ieder geval droog spul. Dus je kan het niet vergelijken met weidevogels. Dus de redenen van zijn verdwijnen is wel bouw geweest van Vielewijk, maar ook, vergeet niet, het aanplanten van bos en helm in de duinen om het vast te leggen, omdat het niet meer stuifde. Dat was 100 jaar geleden ontzettend belangrijk. En wat een heel grote factor, in onze ogen misschien wel de grootste factor is geweest, is het openstellen van de duinen. Vroeger. Recreatie. Ja, vroeger waren de duinen allemaal privé-eigendom van de rijke mannen. En die gingen dan in hun eentje daar schieten. En zodoende kwamen aan die museumexemplaren van de 19e eeuw. En in de 20e eeuw is besloten om duingebieden open te zetten. En je ziet echt een exponentiële groei van het verkochte kaartjes. Daar hebben we ook een figuur van in het boek. Van mensen die een dagje in de duinen gaan. En de griel kan daar niet tegen. Die wil rust aan zijn kop. Ja. En wij denken dat die combinatie van dat habitatverlies, bos en helm aanplant, en de recreatietoerisme, dat gezamenlijk de belangrijkste twee factoren zijn geweest van het verdwijnen. Ja. En dat maakt ook overigens dat de kans op een terugkeer met de drukte van deze tijd, dat ze die als laag inschatten. Ja. Uitgesloten tenzij dat je het gebied afzet. Ja, ja. Ja, maar de trend in Nederland is er niet naar omdat dat gebeurt, helaas. Nee, dat denk ik ook niet. Ben je hem toch nog ter plaatse gaan bekijken? Ik weet dat hij bijvoorbeeld in Frankrijk zit, om toch nog even contact te krijgen met die soort die er toch ooit was in Nederland? Nou, ik heb hem natuurlijk wel in het verleden in mijn carrière als vogelaar gezien. Ik weet nog de allereerste keer in Zuid-Spanje. En dat is een grote groep van 70 grielen die daar overwinterden in de winter van 89, 90. Dat was de allereerste keer, dat was toch wel, ja, dat herinner ik me dus nog. Zo'n soort is de giel wel. Ja. En later kom je in Nederland, als je een beetje op de hoogte bent van wat zit, kan je wel een giel gaan bekijken. Maar je moet er wel je moeite voor doen. Ja. Dat heb ik af en toe gedaan. Ja, want het is de bijtitel is Chroniek van een spookvogel. Duidt op het feit dat hij verdwijnt in het landschap? Ja, Jan P. Strijbos, degene die de meeste, of een van degene met de meeste foto's van die soort in Nederland, die noemde hem zo, spookvogel. Want hij vond het echt zo'n vogel die je op een moment ziet. En je kijkt even gauw naar een meeuw die overvliegt en hij is verdwenen, die griel. Dus hij heeft kunst om zich zo te laten verdwijnen tussen de begroeiing. Hij is goed gecamoufleerd, maar ook nog. Bovendien heeft hij, of lijkt hij toch een heel schuchter, bijna angstig karakter te hebben. Ja.
Heb je daar zelf in Frankrijk, want ik heb net gezegd tegen Albert dat ik hem gezien heb, Ja, in de mooi. dierentuin in Oh, Antwerpen. Ik heb hem ook gezien in Frankrijk, let wel, ik heb hem gezien in Frankrijk. Maar dan was hij eerst niet in mijn zicht, zoals bij iedereen, denk ik. Vooral als hij dan neerzit ergens. Maar hij ziet er ook heel erg angstig uit. Hebben jullie daar ook, hoe moet ik zeggen, onderzoek naar gedaan? Zo van, hoe komt het nu toch dat hij zo. Is het puur zijn uiterlijk, omdat hij zulke grote ogen heeft, dat het hem een beetje een aandoenlijk karakter geeft? ja. Of lijkt hij ook wel echt angstig te zijn? Nou, ik geloof niet dat je een angstig, schuchter, ja, angstig vind ik een soort van, dat is een soort krak van een eigenschap die je aanleert, maar is misschien schuchter, een soort introverte soort of zo. Ja, zoiets, ja. En dat Het is een is beetje de dat. Vlaming onder de vogel, zo. Dat weet ik niet. Jij zit hier nu ook tussen Nederlanders, dus dat komt allemaal goed Maar ik volgens ben een mij. halve Ah, Nederlander. oké. Maar het is gewoon, het is wel een schuchtere soort. Hij zoekt de drukte niet op, dat klopt wel. Ja. Ja. Goed, de ecologie hebben we een klein beetje gehad. We hebben het gehad over het verdwijnen van zijn landschap, van zijn natuurlijk habitat. Nu eventjes iets dieper ingaan over al die auteurs die hier staan. Ik zie hier vijf auteurs staan. Dat wil zeggen dat jullie het werk waarschijnlijk netjes verdeeld hebben. Wie neemt precies wat op? Hoe hebben jullie het aangepakt? Laat ik beginnen dat we eigenlijk met z'n zessen waren. Ah, oké. Maar, en die hebben we ook uitgebreid in het dankbord benoemd. Maar Chris van Deurze is helaas tijdens dit project overleden. Dus dat is jammer. Dus, ja, Ja. voor dat hij het project niet heeft afgerond zien kunnen worden. Ja. De rest, de verdeling was zo dat Guido, de eerste auteur. Ja. Die heeft heel veel data uitgewerkt en de verhaaltjes opgeschreven, de hoofdstukken. Ruud Vlek is degene geweest die toch wel heel erg zijn best heeft gedaan om al die oude foto's te vinden. Ja. Dat is natuurlijk een huzarenstukje stukje geweest dat hij er zoveel heeft gevonden. En de andere drie, die zijn qua specialismes zijn die er meer bij betrokken geraakt. Rienke Slinkse heeft jarenlang in de duinen bij de PWN gewerkt en kent de duinen van Haaf tot Gort, waar Giel natuurlijk gebroed heeft. Gerard Oreel en ik zijn vooral ook geïnteresseerd in het voorkomen en de verspreiding van de Giel in Nederland, ook nadat hij is verdwenen. Ja. In het boek staat er een man met een aantal dames. Ik geloof dat je zijn naam al genoemd hebt. Die, waarvan je zei, daar hebben we enorm veel foto's van gehad. Ja, Hoe ja. zijn jullie aan die foto's geraakt? Adolphe Burdett staat in ieder geval afgebeeld met vrouw en zus. En Vrouw en die, zus, ja, dat en, klopt. uh, of vrouw en dochter moet ik zeggen. Die van heel dichtbij toch wel, volgens mij, foto's namen, Ja, hè? ja, ja, ja. Ja, je moet je bedenken dat 100 jaar geleden met al die foto's dat was niet makkelijk. Hè. Dat was een gigantisch zwaar houten statief. Zware fotocamera's, glasnegatieven. En dan moet je ook nog eten en je schuilhut meenemen. En door het mullenzand Ja. naar zo'n nest lopen. Dus ja, een beetje hulp was wel nuttig. En was je daar, ja, dan wilde je gewoon succes hebben. Want zo'n glasnegatief, ja, een vogel moest stilzitten. Anders kon je geen goede foto nemen. Ja. Dus eigenlijk waren in die tijd broedende vogels op het nest het enige haalbare voor een mooie foto. De rest was niet te doen. Vogels in vlucht. Ja, je ziet ze niet, ook niet Ja. in ons boek. Ja. En dat komt omdat de apparatuur ja, van toen niet geschikt daarvoor was. Ja. En ja, er zijn een aantal fotografen geweest die vonden de Giel machtig interessant, laat ik het zo Ja. zeggen. En die Burdett was er dan één van, Strijbos was een ander. En nog drie anderen hebben met z'n vijven, 60% als ik het goed heb, van alle foto's van de Ja. Gielen die wij hebben gevonden, gemaakt. Ja, ook heel aandoenlijk hoe je ziet hoe ze gekleed zijn. Eigenlijk totaal niet klaar om in het veld te gaan, vooral de dames met heel veel kleren Ja, aan. Het ja. moet een loodzwaar werk geweest zijn Ja, toen absoluut. om. Absoluut. Ook dat was een les van, net als van de duinen die gesloten waren. Dat was voor mij een les, dat wist ik helemaal niet. Maar ook dat fotograferen, dat toch iets moeilijker was toen dan dat we dat nu met een cameraatje of telefoon kunnen doen. Ja, dat is even wat anders. En het traceren van de grillen, dat is enkel in musea geweest of waren er ook in privécollecties? Ja, we zijn de hele wereld naar, dus laat ik niet overdrijven. Maar we zijn een flink aantal landen hebben mensen moeten aanschrijven. Heeft dus vooral Ruud gedaan, heeft al heel goed werk verricht om materiaal te vinden. Zuid-Afrika is er spullen vandaan gekomen. In Colombia ligt spul, in België in het museum van Brussel.
We zijn naar Engeland, Zweden hebben we brieven gestuurd. Zwitserland is er nog iemand een archief opgehaald. En dat is een leuk bijresultaat geweest. Dat we een heleboel oud materiaal van Nederlandse fotografen, en niet alleen over de Giel, maar natuurlijk in zijn algemeenheid, hebben kunnen redden. En al dat materiaal hebben we kunnen opnemen in de daarvoor bedoelde archieven. Ja, en ja. Dat, daar ben ik wel blij om. En het zou mijn oproep zijn ook aan anderen die nu kijken, van mochten jullie nog op zolder archiefmateriaal hebben, gooi het vooral niet weg en zorg ervoor dat het gearchiveerd wordt. Want ja, wij hebben een boek over de Giel gemaakt en wie weet zijn er andere zonderlingen, zou ik bijna zeggen, die een boek willen gaan maken over een andere soort. En het zou leuk zijn om dat materiaal dan ook te beschikken te hebben. Natuurhistorisch vind ik het ook wel een hele prestatie dat er sowieso een boek van gekomen is. Maar aan de andere kant kan het ook wel een jongere generatie wakker maken als we het hebben over shifting baselines. Wat er was en wat er nu is. En dat die maatstaven toch wel heel uiteenlopend. Is dat een beetje de bedoeling geweest of was het louter passie? Nou, ik noem het wel in eerste instantie passie. Ja. En alle bijvangsten, zoals jij dat ook wel noemt hoor, van kijk eens wat er was. Ja. Dat zie ik zelf als een bijvangst. Maar ja, ik kan me voorstellen dat anderen van ons daar anders over denken. Maar ik vind het gewoon ook belangrijk dat het oude archiefmateriaal, dat we dat zoveel mogelijk wel behouden. Gewoon voor het nageslacht. Ja. En want ik kan me ook voorstellen dat jullie samenkomen, of ik weet ook niet hoe dat gegaan is. Ik zie me dat voor mij, een paar passionele mensen samenkomen en dan zeggen we gaan een boek schrijven over de Giel in Nederland en van, uit het begin van de 20e eeuw. En dan moet je daarmee aankloppen bij een uitgever. Ja, die wil daar in godsnaam een boek van maken, denk ik aan. Nou ja, het is wel zo geweest dat het materiaal er lag en dat we dachten van nou, daar is iets over te maken, iets over te schrijven. En je zou natuurlijk kunnen beginnen met te denken aan een tijdschrift. Artikel, dat is altijd de makkelijkste start. Alleen, het was wel duidelijk dat we vrij veel materiaal hadden, wat ook wel geschikt zou zijn voor een boek. Ja, dat ja. was 20 jaar geleden toen we begonnen zijn, was dat al wel duidelijk. Maar je hebt gelijk, we hebben lang niet bij een uitgever aangeklopt, omdat we eerst maar eens wilden kijken hoe ver we kwamen inderdaad in onze vrije tijd. Want dat is het geweest, vrije tijdswerk. Om te kijken in hoeverre we de uitgevers echt geïnteresseerd zouden zijn. Ja, ja, ja. Ja, stiekem dachten wij, dat kan niet missen. Ja, ja. Maar je moet er dat maar even afwachten. Ja, geweldig. En ik vind het ook vooral geweldig dat zo'n boek nog kan uitgegeven worden. Ja. Want ja, ik ben ook wel veel met vogels bezig, maar dit popt er toch uit voor mij wat dat betreft. En als je een bird nerd bent, als ik dat woord zo mag gebruiken, dan steekt dit er toch een beetje met kop en schouders boven, qua markant, maar ook gewoon als naslagwerk van vroeger tijden, samengebundeld door mensen met een passie. De Giel, Chroniek van een spookvogel, voilà. De Sint komt eraan en Kerstdag komt eraan, voilà. Ik hoop het. Die gaat een herdruk moeten, Roland. Ik hoop het, heel eerlijk gezegd, ja, want ik ben er wel trots op en ik denk ook dat het een lekker leesbaar verhaal is geworden. Ja, absoluut. Dank voor het gesprek. Zeker, en, graag gedaan. Hopelijk tot ziens. Nog eens ergens zeker. In het veld. Misschien eens Grillo gaan kijken. Is goed, uitnodiging staat.